een beetje, beetje meer. Ik ga drie achter, geen en achter keer. Je mag bestaan, gewoon, wat geef ik toe. En dan wat wacht ik voor, ik wel een beetje moe. Ik hoor een crazy van, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Wat jij! Oké, Hans, nog een keer serieus. Chapeau voor de harmonie. Ook nog felicitaties voor 90 jaar bestaan. Voor Saint Cecilia. Maar daar ben ik natuurlijk niet van gekomen. Het is geweldig wat hier gebeurt. Het nieuwe cultuurhuis. Want we zijn hier voor iemand speciaal. Iemand die zich ingezet heeft de afgelopen jaren. Voor Angeren. Voor de harmonie. En niet alleen in Angeren heeft hij zich ingezet. Ook over de rivier. Doet hij ook wat. Hij is heel erg druk met muziek. Hij is een duizendpoot. Hij is aardig goed opgeleid in muziek. Dat merk je ook. Je hebt vanavond een geweldige solo kunnen horen. We willen graag Tom Smits naar voren halen. En ik ben toch wel behoorlijk trots als vertegenwoordiger van het college van Lengewaard. Om namens dat college en ook namens burgemeester Harry de Vries, die vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn vanavond, om aan Tom Smits uit te reiken de speld van verdiensten van de gemeente Lengewaard. Dat is voor mij ook een verbanden. Ik kan hier onhandig met spelen. Thuis krijgt, top, alsjeblieft. En er hoort natuurlijk ook een mooie bos bloemen bij. En die gaat normaliter altijd naar de markt. En waar zit ze? Oké. Mag ik het zo doen? Want anders wordt een heel gevecht om eruit te komen natuurlijk. Tom, alsjeblieft. En Angeren is trots op de 20 jaar deurbrengers. De grote kracht erachter. De grote initiatief. Toch lief afgestaan, want het is een onderscheiding van de gemeente Lengewaard en dan kunnen we.
zwangeren niet achterblieven. We hebben van jou geen vlinder, maar een rooskeurje. En ik heb vaker achter de keurje zo gelopen, dus dat kan ik wel overhandigen. Ik moet zeggen, Tom, hij is van zeep, dus hij zal wel stinken. Het programma wat we vanavond voorgeschoten gekregen hebben, en nog een stukje moet doorgaan, is Tom en met de hele organisatie voor dit feest een drijvende kracht geweest. En ik vind dat je die speld ook hier als het dubbel en dwars verdiend hebt. En dus namens de Avenue. Deze voor jou, die voor die dag. Dirigent Casper Braafhart.